Heel veel mensen hebben hem voor gek verklaard, echt heel veel. Heel veel summer maar Giel Hulsman heeft dan ook wel radicaal gekozen voor een ander leven. Hij is vijf jaar geleden nog een goedbetaalde consultant, totdat hij gegrepen wordt door de droom zijn eigen horloge te gaan ontwerpen. Daarvoor moet bijna alles wijken. Ik heb mijn Porsche verkocht voor die machine, boten eruit gestopt met vliegen, alle hobby's gestopt, totale focus op één ding en gewoon doorgaan. Hij begint in zijn eigen schuurtje, maar al snel is dat te klein. Maar Giel maakt namelijk niet alleen het ontwerp, maar wil ook alle onderdelen eigenhandig maken. En daar bestaat geen handboek voor. Dus moet hij het tandwiel letterlijk zelf uitvinden. De tandwielen worden gemaakt op deze tandwielvreesmachine. Na anderhalf jaar werken aan deze machine heb ik hem uiteindelijk zover gekregen dat hij dus de tandwielen heel nauwkeurig kan maken. Er lag af en toe een hamer in de buurt. En dan moest ik me echt inhouden om niet de hamer te pakken. Uh, of dat apparaat gewoon de deur uit te willen gooien. Dus uh, dat heeft me echt frustraties opgeleverd. Maar ja, uiteindelijk is ook dat gelukt. Dit is hem dan, de Marie-Elise. Uh, het eerste handgemaakte Nederlandse horloge in de geschiedenis. Ja, de naam heb ik uh, afgeleid van uh, onze eerste dochter, Marie-Elise, die bij mij op schoot zit. De bevestiging dat hij iets bijzonders heeft gedaan, krijgt hij afgelopen weekend op een grote horlogeburs in Polen. Waar hij de eerste prijs wint. Ja, dat deed wel wat met mij, ja. ja. Het was wel echt een grote eer. Uh, er waren echt grote namen die daar uh, in de jury zaten. Wie ook een Marie-Elise wil, heeft pech, want hij is niet te koop. Maar nu Machiel de smaak te pakken heeft en de kunst onder de knie, maakt hij een opdracht ook nieuwe exclusieve horloges. Dat duurt een jaar en kost zeker 60.000 euro. Maar dan heb je ook een uniek exemplaar. Hij heeft zijn eerste opdracht al binnen. Het is zo een fantastisch vak. Uh, dus ik denk dat ik dit voor de rest van mijn leven wel uh, zal gaan doen.